Welkom allemaal. Dit is mijn introductievlog over de dingen die ik wil gebruiken bij het vloggen. Nou, ik ga dus vloggen over boeken. Boekrecensies wil ik vloggen. En die zou ik dan graag vlogrecensies noemen, maar misschien is dat niet duidelijk. En ga ik ze wel vloekrecensies noemen of vlogrecensies. Nou, dat zien we nog wel, want we hebben nog een paar weken te gaan voor deze training. Wat voor soort boeken lees ik dan? Nou, eigenlijk alles. Mijn vrienden zeggen dat ik een omnivoor ben. En ik ben vooral een veelvraat. En dat zullen jullie wel merken. Dit boek gaat over ouder worden. Dat heb ik bijna uit, want mijn vader bestelde het. Hij woont in het buitenland en ik heb het voor hem gekocht en ik ga het naar hem opsturen. Maar van tevoren lees ik het natuurlijk even zelf. Want ik vind het zo leuk om met hem over dat boek te hebben en wat erin staat en wat hij ervan vindt. Boeken lees ik als vanzelf. En dat is ook waarom ik dat als onderwerp wil gebruiken voor mijn vlogs. Ik lees vanzelf boeken en ik vind het makkelijk om daarover te schrijven en over te praten. En dat doe ik ook heel veel. Dus vandaar. Nou, dit is zo'n boek wat ik dan even tussendoor gelezen heb van Semmler. The 7-Day Weekend. Leuk boek, maar ik raad het niet aan. Ik kan het zo samenvatten voor je. Rubrics daarentegen. Dat is niet echt mijn stijl. Dat is een boek over bedrijfskunde meer. En het is ook pittig, dus ik heb het nog niet helemaal uit. Wel bijna. Een heel erg mooi boek waar ik zeker een recensie over ga schrijven. Nou, dan heb ik hier nog een boek liggen om te recenseren. Dit vind ik ook een heel erg mooi boek. Het gaat een beetje over coaching, dus ik ga er zeker een recensie over schrijven. Er zitten ook heel veel papiertjes met aantekeningen in, want zo werk ik. Maar ik weet niet precies hoe ik het ga vertellen. En ik weet uit ervaring dat het vanzelf komt. Gewoon doorlezen. Nou, dit boek gaat over werken met groepen, Deep Democracy. Geweldig boek van Jitse Kramer. Ik was zo gecharmeerd van deze materie dat ik een cursus bij haar ga doen. Of heb gedaan en ook de vervolgcursussen ga doen. Deep Democracy ga ik ook zeker nog eens een keer wat over schrijven. Soms kom ik een boek op de rommelmarkt tegen. Zoals dit, Ontploeteren. Het was hartstikke roze en ik denk dat moet ik hebben. Het is geschreven door een man en gewoon een heel nuchter boek over stress. En hoe je jezelf het leven makkelijker kan maken. Ik lees veel zelfhulpboeken. Maar ook heel veel andere. Begin met het waarom van Simon Sinek. Ik zag het filmpje op internet. Ik dacht, oh, dat boek ga ik lezen. Maar eigenlijk staat alles in het filmpje, dus dat is geen aanrader. Bad Science, dat is mijn vorige vakgebied. Hoe gebruiken we wetenschap? En hoe vaak wordt het misbruikt? Op welke manieren wordt foute wetenschap gebruikt om beleid, overheidsbeleid, beleid van artsen te beïnvloeden? Daar gaat dit boek over. En dat heb ik dus gelezen en ook wel eens een verslag over geschreven. Nou, dit is een typisch hypeboek van Paul Arden. Gaat helemaal nergens over. Ja, goed. Het is wel heel belangrijk wat erin staat, maar het boek heb je niet nodig. Heel af en toe een Duits boek. Dit boek bevat heel veel plaatjes, anders was ik er niet doorheen gekomen. Ach, gewoon een schattig boekje. Meer is het niet. Nou, dit is voor mijn doen een heel dik boek. Ik heb het helemaal gelezen een keer in de vakantie. Super interessant boek over achter de coulissen, hoe noem je dat? In een coulisse voor een vrouwelijke minister-president, niet minister-president, de Secretary of State. En vooral hoe ze elkaar vrouw zijn daar een plek in probeert te geven. Prachtig boek, ook als je het politiek niet met haar eens bent. Nou, dit is een klassieker, Edward de Bono, over denken. Ook heel veel visualisaties en plaatjes over ons denken. En dat vind ik leuk, dit soort boeken. En ik geniet er echt heel erg van om zo'n boek te lezen. Dit is een pittige boek. Dit gaat over het gebruik van big data in de zorg en wat alle mogelijkheden zijn. Een heel wetenschappelijk, wetenschapsoptimistisch boek. En ik heb hier een recensie over geschreven. En nou, dit is meer een boek over gezond gedrag. Daar heb ik echt heel veel boeken van gelezen. Dit is een oud boek wat ik om een of andere reden heb bewaard. Want eigenlijk doe ik alle boeken ook altijd weer weg als ik ze gelezen heb. Dit is Powerful Medicine, weer geneesmiddelen, wetenschappelijk onderzoek en beïnvloeding van beleid en politiek. Een heel mooi boek. Dit is meer complementaire geneeskunde van een vrouwelijke gynaecoloog. En zij schrijft over het vrouw zijn in de geneeskunde vanuit een complementair
perspectief. En zij werkt ook gewoon als gynaecoloog in Amerika. Dit boek heb ik meerdere keren gelezen. Er staan altijd weer nieuwe interessante stukken in. Nou, dit is ook zo'n hype boek van een Hollander weliswaar. Oerdriften op de werkvloer. Heel grappig, maar steeds ook veel herhaling. Nou, dit is een heel belangrijk boek voor me. Winnie the Pooh, maar ook Tao the Pooh. En ik heb natuurlijk ook de T.F. Picklet gelezen. Ja, say no more. Enjoy. Nou, ik lees ook wel eens een ander boek. Dit is van David Dijda over intieme relaties, zeg maar gewoon over seks. Ook een hartstikke fijn boek om te lezen. Dit is weer zo'n zelfhulp of zelfontwikkelingsboek over hoe je jezelf kunt branden. Ik weet niet of ik daar heel goed in ben, maar niet heb ik het boek gelezen. En zoals ik al zei, en wat jullie misschien gemerkt hebben, ik lees nauwelijks literatuur. Zo heel af en toe. En ik kon ook niet heel gauw een boek vinden in huis wat daaronder viel. Nou, dit valt er misschien onder. De Arthur interpretaties van Huub Oosterhuis. Met hele mooie muziek erbij. Er zitten cd's in. Daar heb ik echt ontzettend van genoten. En ik heb hiervan een recensie gemaakt. En op de Coachloper site gezet onlangs. Nou, en als ik dan literatuur lees, dan is het meestal een kinderboek. Dit is niet de Franse versie, dat klopt. Ik kan geen Frans lezen. Maar dit is Portugees wat ik van een vriend heb gekregen die het in de ranch vond. Dus, nou ja, dat zijn de dingen waar ik over wil vloggen. En ik ben heel benieuwd naar jullie filmpjes en hoe jullie de opdracht verder gaan doen. Tot ziens! Nou, dit is even een epiloog. Hier heb ik proberen te filmen. Hier liggen die boeken, die heb ik dan ergens opgezet. Nou, jullie vinden natuurlijk dat ik dat rare lampje weg had moeten halen. Maar daarachter hebben mijn kinderen ooit op de muur geschreven, lekkere luierpoeper. Geen excuus, ze studeren inmiddels allebei. Maar het is nog niet weggehaald. Omdat ik dat misschien ook wel grappig vind. Nou, dit is de beroemde trap die ik gebruikt heb. Hier zien jullie hoe mijn buren hebben kunnen meegenieten. En hier kun je die trap dan zien met nog een paar boeken, uiteraard. En de rest van mijn rommelige slaapkamer. Daar het joggingpak waar ik normaal gesproken in rondloop. Maar speciaal voor de vlog heb ik uiteraard wat netjes aangetrokken. Ik ben heel benieuwd naar jullie filmpjes. Tot de volgende keer.